Zijn we er ook een keer op zijn? Ja, ik zie het. Zijn we live? Ja, we zijn we zijn live. Live. Ja. Oké. Goedenavond, beste kijkers. Goedenavond, Frederik, Mark, Koen en Veerle, als ze er nog is. Ik kan niet echt meteen zien wie dat er nu in de chat aanwezig is. Maar, welkom in elk geval bij de tweede editie van het Schaakatelier. Waarbij de bedoeling, ik zal nog even herhalen, is dat we partijen analyseren van in principe minder ervaren spelers. Na onze eerste aflevering hebben we een aantal conclusies kunnen maken. We waren nogal optimistisch, zal ik maar zeggen. Een half uur per partij is echt wel te weinig. Dus we zijn overgeschakeld op 1 uur per partij. Dat is een richttijd, dus we kunnen uiteraard wel flexibel zijn. En daardoor ook 2 partijen per editie eigenlijk. En voor vanavond staan op het programma de partij van Koenraad tegen Kevin. En de partij van Veerle tegen Lucas, als ik me niet vergis. Dus nu beginnen we met de partij van Koen. En normaal gesproken om 9:30 gaan we de partij van Veerle en Lucas bekijken. Kevin, de tegenstander van Koen in deze partij, kon helaas niet aanwezig zijn. Oké, ja. Oké, ik stel voor dat we eraan beginnen, hè. Dus Koen heeft hier de witte stukken en Kevin de zwarte. En dit is een partij ook, net als de vorige editie. Beide partijen komen uit het OKS. En gezien dat het OKS volgende week terug van start gaat, toch de tweede editie, zal er hopelijk nog wat interessante partijtjes bij komen om te bekijken. Klopt, ja. Klopt, ja. Wat gaan we nog eens terug kijken wanneer we precies gaan streamen, maar we houden nu op de hoogte. Aan de deelnemerslijst te zien, belooft het alleszins al een interessante editie te worden. Klopt. Is dat omdat ik mee doe, Frederik, dat je dat zegt? Ja, tuurlijk. Maar ja, nee, ik had nog een keer gezien. Ik zat zien is dat Steven Beuzelink ook uit zijn winterslaap gekomen is om mee te doen. Ja, ik had dat gisteren ook gehoord. Ik was er ook heel content mee. Nu, je zegt zelf ook wel dat hij verzekerd goed is. Want het is lang geleden dat hij nog geschaakt heeft. Laat het al zo staan. Dus zelf even benieuwd hoe dat gelopen. Koenraad, is er een reden waarom dat je het paard niet wegschopt met E5 en dat de paard C3 speelt? Zeker niks mis met paard C3, maar ik vraag het mij gewoon af. Ja, ik heb eraan gedacht, maar... ja, ik ben een beetje bang van tegen een sterker speler van dat paard te gaan wegjagen, omdat dan de pionnen zo zwakker worden en je dan minder ontwikkelt en zo. Allee, ja. Het is eigenlijk... Ja. Ik ontwikkel hier liever wat meer dan dat ik ga paard wegjagen. Allee, ja. Ja. Ja, en ik denk ook wel, allee, ik vind dat op zich wel een oké redenering. Ik denk als je niet thuis bent in deze opening, of in het algemeen eigenlijk, in de opening van jouw tegenstander, is het denk ik wel een goede strategie vaak om te proberen naar stellingen op zoek te gaan waar dat je je beter in thuis voelt. En ik denk, en hier eigenlijk kom je, ik kan niet zeggen, misschien niet in een stelling die je wekelijks op bord krijgt, maar je komt wel in een klassieke E4, E5. Of het kan daar in elk geval naartoe gaan. Ja, dat heeft wel het voordeel. Wel dat in de tijd dat ik lang, lang geleden nog alleen speelde, dan speelde ik een keer wel D5. Ja, dat is denk ik het meest gespeeld. Hè? Maar E5 kan inderdaad zitten in E4, E5. D5, ja. Allee, er is helemaal niets mis met paard C3. En het klopt wel, als je niet echt een plannetje hebt van moet zo of zo spelen, is het wel meestal gewoon beter in ieder welke opening om gewoon wat stukken te ontwikkelen naar logische velden. Want wat er nog interessant is na een D5... Om stukken te ontwikkelen, een mooi voorbeeldje daarbij is dat je dan oké geslaat. En dan speelde paardmaal.
Dan speelde loper C4 om stukken te gaan ontwikkelen. En dan heb je bijvoorbeeld op, als die paard maal C3 speelt, kun de dame F3 spelen en zo nog een stukje extra ontwikkelen. Hier zijn de verplicht, denk ik, om E6 te gaan spelen. Waardoor dat hij, ja, dat zijn stukken niet zo goed meedoen en dat staat hij eigenlijk al twee stukken voor in ontwikkeling. Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeldje van als je gewoon stukken ontwikkelt, dat je eigenlijk een mooie stelling krijgt. Dus ja, niks mis met de paard C3. Met de pion pakken, niet met de dame pakken. Welke pion? Dat is een goede vraag, Koenraad. Wat zouden we doen hier? Ik zou met de dame pakken. Er zijn alleen voor- en nadelen. Dus dat met die pion pakken, dan gaat die loper inderdaad wel ontwikkelen. Maar ik bedoel, dan kun je met die loper gemakkelijk wegspelen. De volgende zit al. Als je met de dame pakt, maar als je pakt met de pion, heb je wel een dubbel pion. Dus als je met de dame pakt, heb je geen dubbel pion. Allee, ik weet niet juist. Nee. Denk dan alle drie de manieren om te slaan wel kunnen, maar met de dame ben ik het minst enthousiast. Ja. Omdat die dame waarschijnlijk zwart zal ergens wel een paard C6 spelen en dan gaat die dame kunnen weer weggaan met die loper B4. Dat is wat vervelend. Ik zou hier eigenlijk gewoon... als je kijkt naar hun openingsopzet met paard C3, gaat er voor snelle ontwikkeling. En dan lijkt het mij gewoon logischer als zegt van oké, snelle ontwikkeling om niet met de dame te slaan, maar met de D-pion, die loper eruit te brengen. Ja, ja. Liefst lang rokeren, want die dame staat op die lijn, die loper eruit brengen. Ik heb niet zoveel goede velden, ik denk dat misschien loper D2 wel interessant is. Dat ziet er raar uit, maar als ze lang rokeert, dan gaat die dame op die achttrekt in de problemen zitten dat hij niet meer deftig kan spelen. Ja. Dus, of loper E3, nee? Of loper E3, maar ik wil eigenlijk wel graag langer op keer. Maar loper E3 is, of loper F4, het is allemaal wel logisch uit eigenlijk. Ja. Wat ik heb misschien nog wel zeggen, is als je mij op dame maal C3, los van het feit dat ze snel weggejaagd gaan worden, heb ik ook zoiets van, die pion gaat verzekeren naar D3 gaan. Ja, misschien D4. Maar dat hij naar D3 gaat, zit je dame nog meer vast. Ja, ja, die dame staat er eigenlijk gewoon niet goed op C3. Op F3 staat ze prima en het gespiegelde veld C3 staat ze eigenlijk een beetje in de weg van je stuur. Ja, het komt er hierop neer. Je speelt volgens een bepaalde strategie. Stukken ontwikkelen en dan moet je zo rap mogelijk alles laten meedoen. En D maal C3 is het meest logische daarvoor. Ja, inderdaad. De dame kan inderdaad veel minder aangevallen worden op F3, hè? Dat is wel duidelijk. Dus daar had ik eigenlijk een rekening mee gehouden in de analyse van, krijg een dubbel pion dan. Daarom, dat is de reden waarom ik met de D-pion niet zou gepakt hebben. Maar ik heb inderdaad wel voordeel. Ja. Ja. Je moet goed onthouden, Koenraad. De theorie dat de dubbelpionnen heel slecht zijn, is toch voor een groot stuk overroepen. Dubbelpionnen zijn meestal niet zo slecht, tenzij dat ze geïsoleerd zijn en makkelijk aan te vallen zijn. Maar meestal zijn dubbelpionnen niet zo slecht. In dit geval zijn die niet zo slecht. Waarom niet? Ja, die openen lijnen, je raakt nog sneller voor in ontwikkeling. Ja. Die pion op C3 doet eigenlijk ook wel nuttig werk. Die pakt die velden op D4 en B4 af. Nee, dubbelpionnen zijn niet zo slecht. Onthoud dat. Ja, het is een terugkerend thema. Hè? We hebben het vorige keer ook al gezegd. Ik denk dat dat iets is dat, waar veel minder ervaren schakers mee worstelen. Wanneer is een dubbelpion zwak? Wanneer kan het niet zoveel kwaad? Ik denk dat het sowieso ook wel moeilijk is. Maar ik denk dat ze allemaal een beetje te bang gemaakt zijn. En ten allen tijde willen die dubbelpion willen vermijden. Terwijl ik meer zou zeggen van... Ik zou eerder aanraden om hem niet te vermijden en hem lager op de lijst van prioriteiten te zetten. Ik bedoel daarmee dat ik er niet zoveel belang aan zou hechten aan die dubbelpion. Dat vind ik ook wel. Als, wat Joris zegt is zo van, als je moet kiezen tussen snel stokken in het spel brengen of een dubbelpion vermijden, dan denk ik dat de beste snelste in het spel brengt en voor die dubbelpion gaat. Want zo gaat uw tegenstander veel rapper onder druk zetten en veel lastiger kunnen doen. Oké. Maar goed, E5 is een heel logische reactie ook. Ja.
En hier heb je, ja, nu ben je eigenlijk via zetverwisseling in een soort van Weens terechtgekomen, waar iets als F4 zeker mogelijk is en interessant is ook, sinds dat ik zelf ook graag gespeeld heb, eigenlijk een beetje een, ja, je zou het kunnen zeggen, een verbeterde versie van het Koningsgambiet. Klopt niet helemaal, dat is een beetje kort door de bocht. Maar je hebt, zeker in dit systeem, als zwart het niet te actief aanpakt, krijg je wel een leuke Koningsgambiet. Als je daar niet zo van houdt, naast loper C4 die je gespeeld hebt, wat ook een oké set is, kan je ook gewoon voor het vierpaardenspel gaan. Hè. En dan gewoon hier kan je meer een Schots-achtige vierpaardenspel of Spaans-achtig vierpaardenspel. Dus je hebt hier eigenlijk mogelijkheden genoeg. Ik denk loper C4 is niet slecht, maar er zit iets in de stelling waar dat je bewust van moet zijn, maar daar gaan we ja. wel, dat komt in de partij aan bod. Ja, ja, en ik wist het dus niet. Ah, ik wist het wel eigenlijk, want ik heb het al veel keer tegen, maar toch ben ik er weer ingelopen. Allee. Ja. Ja, dat hebben we allemaal al wel eens meegemaakt. Dezelfde fout een aantal keer maken, dat is mij niet vreemd. Maar het is iets dat je zou het eigenlijk... Het zou een belletje moeten gaan rinkelen. Dit is eigenlijk de typische opstelling ervoor. Dus je hebt de pion op E4, ja. Loper op C4 en het paard op C3. En het zwarte paard op F6. Dan heb je altijd paard maar E4 en D5. Niet noodzakelijk rampzalig, maar je moet het wel in het achterhoofd houden en eens bekijken van oké, kan mijn tegenstander daar gebruik van maken of niet? Ja, meestal is dat wel met zwart een goed idee om ja, die ruil ja. te doen, heel dikwijls. Waarom? Omdat, maar dat gaan we straks zien, omdat je niet zo heel veel goede opties hebt met wit om erop te reageren. Ja, en het is ook, ja, het is ook wat Koen zegt, is ook wel waar. Het centrum, hè, je maakt het eigenlijk makkelijk voor zwart om zijn D-pion twee velden te laten opspelen, waardoor dat die ook veel vlotter zal kunnen ontwikkelen. Maar goed, dus Kevin speelt hier paard C6. Hij had hier ook direct kunnen nemen, maar dat is iets minder duidelijk, omdat je hier met wit niet pakken, want dan komt effectief die D5. En ook niet pakken op F7, wat dat in sommige stellingen ook wel kan, omdat hier... Want het is misschien niet zo evident hier met die koning op F7, maar eigenlijk kan die koning vrij snel toch de veiligheid opzoeken. En ondertussen heeft zwart ook wel een enorm voordeel in het centrum. Maar de zet die wit hier wel heeft, is dame H5. Waardoor het dit manoeuvre met die, dat schijnoffer eigenlijk niet zo sterk is als het kan zijn op de volgende zet. Is dat niet de Frankenstein-Dracula-variant ergens? Is dat niet zoiets? Geen idee. Ik ken het niet. Ik heb het ook niet verder bekeken. Ik weet dat Dan Haar... Ja, ik dacht dat er zo crazy varianten... Hier moet zwart op jong gaan dekken dan eigenlijk. Je moet paard D6 spelen. Ja, vooral niet mat laten zitten. Hè. Maar dan is paard D6, is paard B5, denk ik. Ja, juist. Zeg antwoord. Nee. En, ja, maar dat ja, is... Maar heel, heel rare dingen. Ja, inderdaad. Ja, paard D6, ja. Ik zou aanraden, Koen, om dit te vermijden. En misschien gewoon... En ook omdat je zelf zegt dat je al regelmatig... Of je kende het schijnoffer, maar je was dat ook verloren. Misschien gewoon eenvoudig houden en gewoon paard F3 naar een vierpaardenspel gaan met D4 of zo. Dat is veel eenvoudiger. En dan moet je daar geen zorgen over maken. Je kan het natuurlijk nog altijd spelen. Hè, maar dit denk ik dat je wellicht al wel iets van moet kennen vooraleer je het op bord wilt krijgen. Vermoed ik. Inderdaad, ja. Joris? Ja. Ter herinnering, als we over velden praten, gaan we ze proberen een beetje aan te duiden. Ja, sorry, dat is iets dat is,
dat ligt niet, dat komt niet automatisch. Ik zal proberen. En ik heb hier ook een onnozele trackpad die het niet echt makkelijk maakt. Maar ik zal er proberen op te letten. Bedankt voor de reminder. Goed, dus na paard C6 heb je hier paard F3 gespeeld. En nu wordt het wel... Het probleem is veel gezegd, maar nu is het manoeuvre wel gewoon goed voor zwak. Goed voor zwart. Ja, inderdaad. Beter wellicht was om hier gewoon eerst D3 te spelen. En dan kan je nog altijd naar iets Weens gaan. Of alsnog paard F3 spelen. Of Italiaans, inderdaad. Ja. Nou, dat lijkt me wel interessant dat die pion dan, die F-pion dan meer vooruit komt. Ja, nu, ja inderdaad. Dus, ik speel dat persoonlijk ook veel liever met die F-pion vooruit. Maar dat hangt er vanaf van stijl. Het is ook wel een stuk gevaarlijker, natuurlijk. Maar weet je wat het is? Ik vind, ik zie dat vaak bij jeugdspelers ook, als ze paard F3, paard C3 spelen, dat is allemaal zo natuurlijk. He, maar die probleempjes dat wit in deze partij ook ondervindt, zie je wel vaak terugkomt dat die panning op G4 dat toch wel heel ambetant wordt. En ze weten, geraken dat niet meer uit. En ik had toch veel liever dat ze zo'n structuren spelen met een C3, D4 uiteindelijk. Of dat ze dat paard omspelen. Ja. Dat is toch een beetje mijn ervaring daarmee. Dat is ook de reden waarom ik daarnet eigenlijk die Schotse vierpaardenspel aanraad. Omdat je... Dan gooi je de boel sneller open ook. Anders wordt het ook... En je krijgt anders een toch wel meer positionele partij na loper B5 of loper C4. Het blijft vrij gesloten. En voor beginnende schakers zijn dat vaak concepten die toch nog niet zo gemakkelijk zijn. Terwijl hier gooi je de boel open en het wordt al snel iets tactischer. Wat dat denk ik voor een beginnende schaker... beter is gewoon ook. Ja, het probleem is ook een beetje als het te veel de regeltjes volgt met paardjes buiten, loper buiten, komen de meestal zo toch in een wat stelling dat op den duur niet meer weet wat gedaan. Ja, inderdaad. Er is ook een reden waarom dat, ondanks dat hier speelt wat dat aanbevolen is, dat dat helemaal nooit op bord komt, zoiets. Omdat er meestal, is dat niet echt flexibel en is dat wel moeilijk om een plan te gaan vinden direct. Ja, een breekzet is typisch dat je naar neigt voor de boel open te gooien in een D4 of een F4. Ja. Is echt wat dat opengooit. En als je die twee paarden ervoor zet, en toch rockeren, dan heb je heel weinig te doen. Of later. Dat ja, vooral omdat hier is de breakset D4, maar als zwart hier loper C5 speelt, dan is dat al veel minder gemakkelijk. En wat ga je dan doen? Hè? Dan moet je al gaan nadenken van oké, eerst D3 en dan misschien loper E3. Of, het wordt een beetje manoeuvreren dan, wat het vaak wel wat moeilijker maakt. Ja. Maar dat maakt nu wel dat er nu een interessant moment komt. Dat is waar, inderdaad. Dus hier het schijnoffer. Was je hier geschrokken, Koen? Of had je het van, lab, dat had ik eigenlijk moeten weten? Of wat was je reactie hier? Het was meer van, lab, ik had moeten weten. Uh-huh. Maar het kan niet zo kwaad, dacht ik eigenlijk. Ja. Omdat ik wist dat ik dan... met die loper, maar ik had dan eigenlijk de foute variant, want eigenlijk moeten met de loper terugspelen naar D3, maar ik dacht van als ik met de loper pak, dan geef ik dat gewoon terug dat stuk en dan is het ongeveer gelijk. Allee, ik bedoel, wat al een verkeerd gedacht was, maar oké. Okay. Wel qua materiaal is het wel gelijk hier, hè? Dus dit is... Ja, wel... eigenlijk nu de volgende zet, nu is het eigenlijk cruciaal dat de goede zet speelt. Ja, en ik had het gewoon gepakt. Ik dacht, dan is het ongeveer gelijk. Maar blijkbaar is het dan toch wel... Ja. Want je hebt geen loper niet meer als wit. Allee, je hebt loperpaar niet meer als wit. Een zwart heeft centrum nu, hè. Eigenlijk. Dat vind ik... Dat het nadeel blijft, sowieso. Eender welke zet dat gespeeld...
Zwart blijft het centrum nu hebben, hè? Ja, vandaar dat die pion slaan voor zwart sowieso goed is. Maar het is niet dat hier slecht staat. Het zit gewoon even in een vervelende stelling en dan moet je eigenlijk wel de principes gaan gebruiken. Allee, dat ik kent zijn de loperpaar kun je niet zomaar afgeven. Dus je volgende zet is sowieso... Ja, dat kan niet juist zijn. Gewoon uit de redenering van mijn loper mag niet zomaar afgeven. En ook als hij meer afgeeft, dat kan wel, maar dan moet je er iets voor terugkrijgen. Ja, wat krijg je er nu voor terug? Uw pion dat achter staat. En zwart zijn dame gaat ook al meedoen. Dus heeft de loper eigenlijk te snel af zonder er iets terug voor te krijgen. Ja. Ik zou eerder denken, oké, we moeten daarop gaan reageren, op die D5. Dan denk ik dat je twee mogelijkheden hebt. Loper D3 is de eenvoudigste. En loper B5 is misschien ook wel een optie. Als je zegt, van ik wil het hier een keer lekker ingewikkeld gaan maken, dan kun je loper B5 spelen. Oké, dat is inderdaad wel interessant. Met als idee, als die dan het paard op... E4 slaat, dat de slaat op E5. Maar dan is de vraag of dat er niet ergens onderweg nu een stok verliest. Wat dat altijd wel kan. Bijvoorbeeld na een dame D5 of zoiets. Maar dan wordt het lekker ingewikkeld. Dus dat is een beetje qua smaak als ze zegt van ik ga hier wel graag de complicaties in. Dat is meestal mijn speelstijl. Als ik ergens iets over het hoofd te zien heb, dan probeer ik het zo ingewikkeld moeilijk te maken. Dus... vermoed dat ik wel hierop zou zitten rekenen als ik in een partij zit. Frederik, lopermaal C6 in plaats van paardmaal E5, is dat niet interessant ook? Goh, mijn loper afgeven, maar ik ben er nog nooit zo enthousiast over. Ik weet niet, het is wel een hele lelijke dubbelpion. Ja, met paardmaal E5 heb de dame G5 en nu geen 2 hangt ook, denk ik. Ah, oké, okay. Ja. Tot daar. Ja. En zoals ik zei, lopers, ik geef die niet zo graag af. Of als ik ze afgeef... Ja, hier heb je er wel iets concreets voor gekregen, Mark. Maar toch, ja, geef de voorsprong in ontwikkeling wat af. Ik had nog een gedachte, maar die was een beetje fout. Die dame die staat er kwetsbaar, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Hè. De dame staat er eigenlijk... Hier? Nadat hij de loper gepakt heeft, kunt hij bijna niet wegjagen. Allee, hoe gaat hij die wegjagen? Ja, je kunt ze wegjagen, hè, dus door wat jij gespeeld hebt, paard C3. Maar zelfs als die dame nu gewoon terug naar D8 gaat, Koen, dan nog zou ik durven zeggen dat zwart al een beetje voordeel heeft. En dus A, het loperpaar, wat Frederik al heeft aangehaald. Maar daarna heb je ook zelf gezegd, het centrum, wit of zwart houdt die extra pion in het centrum over. En het is niet gemakkelijk met wit om daar een centrumpion tegenover te stellen. Net omdat die controle over D4 hier... Zwart heeft daar 3 stukken op, of 2 stukken en een pion op staan. En wit enkel maar 2 stukken. En het is niet gemakkelijk om daar een derde stuk bij te brengen. Dus je blijft eigenlijk... je wordt eigenlijk teruggedrongen op de eerste 3 rijen bijna. Je moet hier bijna D3 gaan spelen... En dan, dat is niet... Nu heb ik eigenlijk het gevoel dat je bijna met zwart aan het spelen bent. Ja. Waar je eigenlijk met wit bent begonnen. Je hebt je voordeel kwijt van wit spelen. Ja. Ja, dat is eigenlijk de stelling dat je moet vermijden. Dat je na 7 zetten eigenlijk al op zoek moet gaan naar iets constructiefs voor je stelling. Dan krijg je zo het gevoel... Ja, wat heb ik verkeerd gedaan? Maar eigenlijk hier is het al heel moeilijk om dat nog recht te trekken, die partij. Klopt. Je staat hier slechter, maar het is nog niet catastrofaal. Het is niet aangenaam spelen. Maar we staan nog niet verloren of zo. Ja. Denk, als je een beetje aandachtig... Nee, zeker niet. Denk als je de engine zou opzetten, die zal een mini plusje voor zwart geven. Ja. Maar het is gewoon niet fijn spelen. En dat moet je gewoon vermijden. Dat er zo in stelling komt, eender hoe die lasten spelen zijn. Want dat maakt het makkelijker een foutje. En dan is het probleem van een onaangename stelling zitten direct in een slechte stelling. Ja. Ik wou nog iets aanhalen wat we in de eerste editie ook hebben aangehaald. Dat is namelijk het concept van
kritieke momenten. Wanneer kan ik snel gewoon een ontwikkelingsset spelen? Of wanneer moet ik even toch mijn tijd gebruiken om eens een variantje uit te rekenen? Of toch iets wat langer na te denken? Ik denk dat je hier al vrij snel op in een kritiek moment bent beland. Omdat het is echt concreet 2-3 zetjes diep dat je moet kijken van oké, welke stellingen kunnen hier allemaal uitkomen? En welke van die stellingen zijn voor mij het meest gunstig? En ik weet niet, ik heb niet in je partij gekeken van hoe lang dat je hebt nagedacht hierover. Maar heb je hier... Had jij hier ook dat gevoel van, oké, dit is een belangrijk moment en heb je hier genoeg tijd genomen? Of heb je het toch vrij snel gespeeld? Ik weet niet of je het nog weet, het is natuurlijk ook al een aantal weken geleden natuurlijk. Ik denk dat ik toch vrij snel... Wacht, ik heb niet vrij snel gespeeld. Wacht. Hier. Wacht, hè. Ja, of hier dan, hè. Hier eigenlijk misschien. Ja. Daar. Daar heb ik vrij snel gespeeld, ja. Ja. Daar heb ik vrij snel gepakt, ja. Ja, ik denk dat je hier best een beetje meer tijd had gebruikt om de alternatieven tegen elkaar af te wegen. Ja. Want het is echt wel... Oké, het is set 5, maar het is echt wel een bepalend moment in de partij al, eigenlijk. En straks komt er nog zo in. En zijn er eigenlijk in een partij zijn er niet zo, typisch niet zo heel veel bepalende momenten? Nee, meestal maar een drietal. Maar dat is inderdaad, hier moet u een tijd voor nemen. Ja. Hier kan het zeker geen kwaad om 10 minuten, een kwartier of zelfs langer na te denken. Want als het nu verkeerd doet, ja, heb je de lastige stelling die te vermijden is. Ja. Als je het niet weet, hè, als je het weet... Als je die stelling al gezien hebt, ja, dan kun je direct spelen natuurlijk. Ik bedoel, dan kun je direct D3 spelen. Dat is waar. Ja. Maar dat was niet het geval, hè? Nee, maar dan moet je de stelling niet gezien. Dan moet ook wel in je 10 minuten, kwartier dat daarna denkt, moet je wel zeggen, oké, mijn loper, ga ik die afgeven op die pion. Als ik die afgeef, krijg je dan iets concreets terug. Ja, en als je dan ziet van nee, niet trekt, dan ga je wel... Ja, als je ziet van loper maal die 5 is niet goed, dan ga je automatisch bij betere zetten uitkomen. Ja. Dat is waar, ja. Ik zag dat de loper die 3, denk ik trouwens, dat in het verste van mijn geheugen dat beste is. En ik denk dat dat is omdat de stelling dan wat platter wordt. En inderdaad, F5 is dat... Ja, als F5 speelt, dan kunnen we waarschijnlijk slaan op C6 en die pion op E5 gaan slaan. Hè. Ja. Dus F5 is niet echt mogelijk. Maar dan nog denk ik dat zwart zonder een F5... zijn operatie om te slaan op E4 is best wel een succes. Ja, klopt. Omdat die loper staat niet uitzonderlijk ideaal, denk ik, op E4. Nu... Het ding is wel, heb je een loper nog en je kunt eventueel wel met een D4 of zo straks misschien afkomen of loper maal C6 D4 en zo waarschijnlijk wel los krijgen. Je kunt misschien ook met C3 en dan kun je de veldje om je loper terug te trekken en dan, maar ik weet niet wat dat een goed idee is. Dat is zeker een idee, maar ik denk niet dat dat het beste idee is. Stel, nu dreigt het, denk ik wel, loper maal C6, paard maal E5. Dus stel nu dat zwart zegt, oké, ik ga mijn pion op E5 verdedigen met de zet als loper D6, wat dan mij wel logisch lijkt. En voilà, kijk, het staat er zelfs bij. En stel dat er nu C3 speelt, ja, dan denk ik dat zwart weer met die N5 gaat afkomen. En, ja... Dat is gewoon vervelend. Denk niet dat C3 hier op zijn plaats is. Denk dat hier terug moet zo snel mogelijk rokeren. Dus stel, C3 F5 is ambetant. We slaan op C6. Dat geeft wel een dubbel pion. Ja, maar ja. Maar dat levert niet echt veel op, denk ik. Ja, en dan E5 en die pionnetjes zijn best wel sterk. Ja. En ook... Terug die een dubbelpion, die is nu wel geïsoleerd, maar die is niet direct aan te vallen. Dus die is eigenlijk niet zo heel slecht. En zwart heeft wel het loperpaar ondertussen. En stel dat in plaats van loper maal C6 terugkeert naar C2, wat dat eraan haalde, ja.
Ja, dan denk ik dat je met zwart gewoon E4 speelt. Ja, en dan... een gat op D3 ook, hè. Ja, en dan worden we van bord gelopen, denk ik. Ja, zoiets. Denk het ook. Dus de paard moet weg en dan kun je al... Ik weet niet of het nu direct werkt, maar je hebt zeker het idee van paard E5, paard D3 bijvoorbeeld. Ja, de paard heeft wel geen goede velden. Dan moet ja, inderdaad, dat paard kan naar D4 niet goed. Ja, dat kan ergens naartoe. Dat kan alleen maar naar D4 eigenlijk, zonder, dat is het gedekt. Als je zo redeneert, als je puur materialistisch redeneert, naar D4, maar dan kan dat zwarte paard zelfs pakken. Maar dan krijgt wit een dubbelpion die wel een probleem is. Stel dat hier paard E4 doet, dan pakt terug. Ik denk dat niet goed is. En dan kun je misschien met zwart iets flows doen als loper E7 of zo. En die pion valt. Dus dat is een problematisch dubbelpion in deze. Omdat of die echt wel heel. Of dame F6, ja. Misschien nog wel wat beter. Dat is nog sneller, hè. Of dame G5, als echt geen medelijden. Ja. G5? Dan je ziet hier... Als je wilt hier niet gaan rokeren, hè? En als je die pion niet wilt verliezen, moet je al G3 gaan spelen. Heel lelijk. Je koning staat in het centrum. Na rokade heb je gratis aanval, hè, zwart. Je hebt die loper hier. Je hebt, als je rokeert, de F-lijn in combinatie met iets als F5, F4. Die loper kan erbij komen. Het gaat hier niet lang duren, denk ik. Hè. Ja, ik heb nog wel een beetje werk, maar alle opties zijn bij zwart, denk ik wel. Ja. Dat is nu wel een voorbeeld van een duidelijke. Wat ik nog één ding wil geven in de plaats van C3, Joris. Ja, wacht, hè. Waar zaten we hier ergens? Lijkt het mij logischer om te gaan zeggen, oké, uw opening is wat misgelopen, die heeft een paard maar E4, maar wat moet je dan doen? Zo rap mogelijk ontwikkelen en... Ja, ik dacht eigenlijk korte rokade te spelen. Omdat als het dan een F5 speelt, dan gaat de loper maal C6, B maal C6 en paard maal E5 spelen. Ja. En zie je het verschil? Als zwart dan iets probeert, staat altijd uw koning staat veilig, uw stokken staan klaar om mee te doen. Dus dan kan hij een F5 niet. En zo krijg je wel snel uw stokken in het spel. En dan hadden denk ik wel, heb je niet zoveel problemen. Allee, heb je geen probleem hier zelfs. Hier staat gewoon veel beter. Kan ik misschien nog even terugkeren op de stelling met C3? Ik wil er ook nog iets over zeggen. Want dat is wel zo'n... Nee, ik vind dat een hele typische... Hier? Ja. We hebben het er vorige keer ook over gehad, over een gat op D3. Wat is een gat en waar kennen we dat? En hier heb je op D3 een gat. En dat gat gaat weg als je D4 kunt spelen. Dus als je die dame pion 2 vooruit kunt doen, naar D4, dan is dat opgelost. Maar hier kon je eigenlijk heel hard aan naar je tegenstander van dat je D4 gaat spelen en dat echt wel je bedoeling is. Dus dat maak je super voorspelbaar. Want als je het niet speelt, sta je gewoon slecht. Ja. Dus eigenlijk, vorige keer had ik. Kijk, wat ik zeg, ik heb zo'n goedkope theorie, dat kan de jeugdspelers altijd uitleggen. Van probeer op de derde rij je veldjes verdedigd te houden door een pion. En als dat niet zo is, dan moet de pion voor dat veld staan. Dus like een pion die op D2 staat en ervoor een gat op D3. Dat is niet zo leuk. Ik weet niet of dat hier. Je kunt vastleggen met het moment dat je juist al gezien hebt, met F5 en daarna E4, als dat kan. En als je dat kunt in de verf beginnen zetten, is dat echt... En probeer gewoon die stelling te vermijden. Gewoon. Nee. Dat is altijd miserie. Maar het is interessant om te weten... Ja, dat is miserie. Maar als zoiets onaangenaams tegenkomt, als die paard maar E4, terugvallen op je principes. Loper niet afgeven. Zo rap mogelijke stukken in het spel brengen. En daar hadden we normaal gezien minder probleem tegen hebben dan dat daarop zondigt. Zoals uw loper wel afgeven. Of zo die C3, wat toch geen ontwikkeling zet is, dat is wat trager. Ja. En waar Mark naar refereert van vorige keer, is misschien interessant, Koen. Als je dit principe nog wat meer wil bekijken van die gaten, van die zwakke velden. De partij van Bert was daar een goede illustratie van ook. Hij was met zwart, had ook een gat op D6 eigenlijk. Dus
spiegelvariant. Ah, niet helemaal, maar goed. Ja. Oké, ik stel voor dat we wel een beetje met de partij verder gaan, want het is al een beetje later. Nu, het is een kort partijtje, dat valt wel mee, maar... Straks gaan we onze een uur per partij naar een uur en een half per partij. Elke editie wordt er verdubbeld. goed, dus ja, paard C3 is logisch. En ik had veel D4 aangeraakt, maar we hebben het er al over gehad. Hè. Dus hier heeft zwart een voordeel in het centrum, omdat wit niet makkelijk D4 kan spelen. Zwart heeft hier de keuze voor zijn dame te plaatsen. Mark, ik zie dat jij daar iets over gezegd hebt. Ik had een persoonlijke voorkeur voor niet D6. Oké. Okay. Ik volg Mark daarin, met de redenering die eruit gelegd staat. Ja, dat de engine... En die is? Vooral dat je loopt in de weg van je loper. Je maakt jezelf ook voorspelbaar. Je weet dat die loper, die gaan nu niet meer naar C5 komen. Dat weet je tegenstander nu ook alweer. Hè. Die loper gaan naar E7 komen. En je wordt zo voorspelbaar. Die dame is een doelwit daar. Het komt in de partij niet voor, maar ik denk dat dat een beetje te maken heeft met het feit dat wit... Het komt in de partij wel voor, Mark. Want zwart speelde binnen 2 zetten of zo A6. Ja. En dat is dan wel duidelijk dat die dame D6 niet ideaal is. Als hij een zet als A6 moet spelen, valt D6 niet ideaal. Het wordt niet afgestraft, wel eens. Na A6 had hij ook nog iets à la paard E4 kunnen spelen, dacht ik, na H3. Dat komt dan later. Je kan die dame hier op 2 manieren gaan aanvallen. Ja. Nu niet direct, want wit moet blokkeren. Maar aan de andere kant kun je zeggen, wil ik ze dat wel weg? Staat ze daar niet gewoon die loper te blokkeren? Misschien moet ik echt wachten tot dat loper E7 gespeeld is. En dan die dame gaan wegjagen. Voor daar op een rare manier tijd te winnen. Ik weet het niet. In plaats van plaats C3 dan? Sorry? Je bedoelt met wit nog niet paard C3 spelen? Nee, paard C3 is paard C3. Dat is later. Maar ik had straks vermelden. Ja. Dus nu... Ik denk ook wel dame D6 dat ietsje in de weg. Zowel dame A5 als dame D8 lijken mij logischer wel. Dame D8 is vreemd, omdat het terugkeert naar naar waar het vandaan komt. Maar die dame staat er wel nergens in de weg voor niks op D8. Ja. In Scandinavië hebben we trouwens ook zo'n variant. Ja. En A5 inderdaad, dat wordt dikwijls gespeeld, maar dat wordt gespeeld in een andere stelling. Wacht daar even. Ja, in Scandinavië, wat Frederik zegt. Daar heb je dat ook. Voilà. Hè. Ja. Ja, ik zou ook naar A5 gaan, denk ik hier. Ik vind dat, ja, ik weet dat. Ik dacht het ook wel. Nu, dame D6 is op zich niet. Niet echt verkeerd, maar dus wat ik daar vreemd aan vind eigenlijk aan die zit, heb ik altijd al gevonden in Scandinavisch, van dame A5, je speelt de dame gewoon naar de ene kant. Uw dame... Ja... Is minder flexibel misschien om naar de andere kant te geraken, hè? Want er staat een pion in de weg. Ja. Dat is waar. Het heeft voor- en nadelen... Ja, het verschil is hier dat paard op C6 staat en in Scandinavië spelen ze dikke op C6 dat die dame terug kan keren. Hè. Zit hier in een soort slechte Scandinavië. Inderdaad. Dus vandaar misschien dat dame D8 wel de beste is. Ja, ik ben ook aan het kijken. Ik denk het ook dat zeker de beste is. Maar ja, de engine dacht van, niet verzekerd, hoe speelt die? Ja, het zou mij niks verbazen. Dame D6 is wel de beste, maar daar gaat het niet om. Je moet ook de zet kunnen begrijpen. Oké. Oké. Okay. Is er engine dame D6, serieus? Ja, maar je moet niet te veel naar de engine kijken. Ik weet het niet. Ik heb ze niet in de engine gestopt. Nee, ik ook niet. Maar ook, de engine rekent alles heel concreet uit en wij kunnen dat gewoon niet. Heel simpel. Die gaat gewoon kijken van, is dat ooit een probleem dat die dame daar staat op D6? Ja. En die kan dat gewoon heel concreet uitrekenen, terwijl wij moeten algemene principes gebruiken. Zeker... bij een zet als staan met deze. Absoluut. Mm-hmm. Oké, denk hier komen we... Ik weet niet of het een cruciaal moment is, maar het is wel iets belangrijks. Het gaat een hele grote rol spelen in de partij.
Je hebt hier kort Rocade gespeeld. En dat is op zich een hele logische zet. En ik denk misschien ook niet slecht. Maar het probleem is een beetje dat omdat je geen controle hebt over veld D4, dat er straks een penning komt op G4. Nu, zwart heeft dat niet meteen gespeeld, maar goed, dat kon wel. En je zit daar in een lastige penning waar je eigenlijk niet zo makkelijk uit geraakt. Dus je gaat hier loper G4 krijgen en paard D4. En dat is al heel vervelend. Je hebt D4 niet onder controle. Ja. Dus er zijn eigenlijk twee manieren, denk ik, om dat te voorkomen als je geen rocade speelt. Dus ofwel heel drastisch gewoon H3. Oké, okay, geen penning. Misschien niet meteen de zet die je zou willen spelen, want ja, je wilt natuurlijk ontwikkelen. Ja. Een alternatief is om D3 te spelen. En oké, dat laat wel die penning toe. Maar hier zijn er nog niet gerokeerd. Dus je kunt hier eventueel opteren om na H3 loper H5. Misschien iets als G4 te gaan spelen. Daarom niet meteen, maar gewoon met het plan van lang te rokeren en G4. Dus wat ook heel typisch is, Joris, in de plaats van G4. Nu kan je eigenlijk wel zien dat de dame op die 6 niet ideaal staat. Denk ik dus in plaats van loper E3, zou de kunpaard E4 spelen. Ja. Waarom valt die dame aan, dame weg, en dan paard G3, en dan gaat de zijde van die penning vanaf. En klopt, dat Frederik, is ook de eerste lijn van de engine, dus proficiat. Helemaal mijn er geen engine gebruiken, hè, Mark. Nee, maar ik heb voordien gekeken, omdat ik ook me afvroeg waarom dat paard E4 niet sneller kwam, of paard B5, en ik had dat een beetje zitten bekijken. En dan zie je dat die paard E4 wel speelt, maar na H3. En ik was me aan het afvragen waarom, maar Frederik maakt het hier eigenlijk wel heel concreet, dat breekt gewoon die penning. Dus H3, die loper gaat naar H5, en dan paard E4, paard G3, en hij zit van die penning af. En dat is wel een groot neer, want je moet hier al heel creatief zijn van die penning af te gaan. Ja, als je van die penning afraakt, dan zijn je probleem. Allee, uw onaangename stelling is direct veel minder onaangenaam. Dat is heel belangrijk. Klopt, ja. Hetzelfde idee komt iets later nog in de partij. Dat blijft er een tijdje in zitten, eigenlijk. Ja. Maar goed, dus rokade. Hier denk ik dat zwart je een kans geeft om het toch nog te voorkomen met loper E7. En hier zijn, denk ik, allebei die penning een beetje aan het negeren of misschien aan het onderschatten. Want er wordt altijd een beetje naast de kwestie van die penning gespeeld. Dat is toren 1. Is een goede ontwikkelingszet, maar de penning blijft. A6 ook. Maar misschien dat zwart wel gelijk om die niet te gaan pennen, omdat inderdaad die H3 paard E4 kunt spelen. Ah ja, ja. Nu, het zou misschien interessant zijn, in de plaats van A6, stel dat we toch pennen. Maar ik gezien, heb je ook zo'n typisch idee. Ik wil wel eens zien of dat iets oplevert. Dus loper G4, H3. En dan, in de plaats van weg te lopen, H5 te spelen. Ah ja. De vestgaak. Want eigenlijk met die dame op die 6, dat heeft de één groot voordeel dat je klaar bent om lang te rokeren. En ja, slaan is denk ik direct kapot. Omdat dame H6 volgt. Dan ga je dat niet overleven. Nee. En nu paard E4... Ja. Dan verzeker. Paard E4 is ook dame H6. En dan paard G3. Dan pak je de paard op F3. Heb je al je stok terug en die koning gaat dan niet overleven. Ja. Een dame maal. You're still alive. Dank je. Paard E4 en had je niet mat binnenkort gaan op H2, H1? Ja. Zou kunnen, ik zou niet te veel afwijken. Ik denk dat het idee geïllustreerd is en dat we misschien... Maar dus, moet een beetje aan onze timing denken. Maar ik hoor dat die idee er nog bij stappen, omdat dat wel ook wel heel typisch is. Dat dat wel handig kan zijn, dat je weet van oké, moet mijn loper zelf dus niet in plaats van dat weg te doen, A5. A5. Omdat ze zegt, ben klaar om lang te rokeren. We gaan ervoor.
Ja, niet is gerokeerd. Dus je weet dat je welke kant dat je moet aanvallen eigenlijk. Eigenlijk is die rokade in dat opzicht is niet zo goed. Niet zo... Het verraadt veel. Bedoel, het verraadt al welke kant dat ze moeten aanvallen. Ja, en plus als ze H3 speelt, is het altijd, altijd interessant om te gaan lang rokeren, omdat je onmiddellijke verzwakking hebt. Ja. Oké. Okay. Ziet er leuk uit om eens een keer in een blitzpartij te spelen. Ja, maar de oefeningsvarianten die dat effectief geven als, als mogelijkheid. Zwaar, ja. Komt best vaak voor. Hier heb je D3 gespeeld, logische zet lijkt mij. Ik heb een verandje bijgestoken dat Stockfish suggereerde. Het was niet een hoofdset, maar ik vond het wel interessant. Maar ik ga het overslaan, je kunt er na de analyse eens naar kijken. Want het is heel concreet, het is gewoon een kwestie van snel te ontwikkelen. Waarom staat er een vraagteken bij rokade? Ah ja, oké, okay, weer een Stockfish mogelijkheid. Je hebt hier paard maal E5 en dan lopen er 4. Maar goed, dat is niet makkelijk om te vinden. Dat is nog eigenlijk niet zo moeilijk, maar oké. Okay. Nee, maar je verwacht dat niet. Het is niet het type stelling waarin dat je naar dat soort ideeën op zoek gaat. Ik zou het niet gezien hebben, ben ik vrij zeker van. Ja. En hier zit je dus met de penning, hè. Problematisch. Hoewel je hier dus nog steeds dat manoeuvre hebt dat Frederik voorstelde. H3, paard E4. En ik denk dat je dat had moeten spelen, wellicht. Ik denk, als je dame E2 speelt, nu wordt het wel heel lastig om er vanaf te gaan, denk ik. Om er vanaf te geraken. Ja, dat was niet echt een van mijn beste ideeën misschien. Maar ik dacht eigenlijk, ik ga een toren spelen op dezelfde lijn als de dame. En zo proberen de dame te bedreigen, de D-pion op te spelen en zo de dame te bedreigen. Dat was eigenlijk het plan, maar ja. Ja, ik snap het, hè. Over het algemeen heb je gelijk. Maar ik denk dat het... Ja, ik denk dat je de penning onderschat hebt gewoon. Het is gewoon super lastig. Je raakt er niet vanaf. En je blijft gewoon... Want dame bedreigen... Ja, je bent op 3 rijen aan het spelen. En je raakt er niet uit. Ik denk dat je gewoon niet de kans krijgt om zwart hier te gaan bedreigen. En dat is grotendeels omwille van die penning. Eigenlijk. Ja, je moet eigenlijk zien... Die loper is echt dodelijk als ik er niks aan doe. Dus moet je... Ja... Echt gaan zoeken om er iets aan te doen. Eender wat. Ja. Okay. En hoe dat je dat kunt zien, dat belangrijk is... Hier moet je... Als je de intentie hebt om de dame te gaan bedreigen... Of om toch iets aanvallender van plan bent... Dan moet je eigenlijk al D4 nastreven eigenlijk. En als je D4 wilt nastreven, dan kom je automatisch bij die penning terecht. Want je hebt daar alle steun nodig die je hebt. Ja. Om D4 onder controle te houden. En die penning is daar heel vervelend voor. Je kan je paard niet gebruiken om D4 te ondersteunen. Ja, dat is waarom die penning zo vervelend is. Ja, inderdaad. En de volgende zet van uw tegenstander is ook wel een heel goede zet. Dat de... Ja, dat maakt eigenlijk direct dat je heel zwaar onder druk staat. Dat alle plannen dat hij nog had, gaan in de koelkast, omdat zijn dreigingen worden te sterk. Ja, inderdaad. Want je hebt hier ideeën met F4, maar ook E4 als die F-lijn opengaat. E4 is op zich al een zet, misschien kan het hier nog niet. Maar die gebruik maakt van de penning. Maar als de F-lijn open gaat, heb je nog eens een extra stuk dat druk zet op het paard op F3. Ja. Mm-hmm. En het brengt ook ideeën in de stelling. Dus ik zal even misschien aanduiden om Mark tevreden te maken. Dat kan volgende worden. Dat is ook het leuke met door F6 en door H6 of door G6 soms om te gaan. Dat is ook het leuke voor zo'n stelling met zwarte spelen. Waarom? Je zet je stokken allemaal dreigend. En eigenlijk
moet je niks zelf gaan uitrekenen van die dreiging, of dat E4 ambetand is, of dat F4 ambetand is, of dat toren F6 ambetand is, of dat dame G6 ambetand is. Dat moet je allemaal niet gaan uitrekenen, dat moeten we tegenstander allemaal gaan uitrekenen. Dus hij gaat veel tijd verliezen om daar allemaal mee rekening te houden, en er zijn gewoon veel te veel dreiging. En het leuke is met zwart, afhankelijk van wat wit doet, ja, dan kun je een keer gaan kijken of dat de ja, als je ergens iets kan doen dat pijn doet en zo niet, dan breng je een stuk bij. Ja. Het is hier een typisch voorbeeld van wie het centrum controleert, controleert het spel. Ja, klopt helemaal. Hè. Mm-hmm. Zwart speelt over heel het bord. Hè. Omdat hij het centrum controleert, kan hij makkelijk in de, naar de damevleugel gaan, naar de koningsvleugel gaan. En uiteraard, in het centrum staat hij actief. Terwijl wit... Wit heeft geen ruimte, omdat hij niks in het centrum heeft. En hij kan, eigenlijk kan hij geen kant op. Er is er een mooie theorie van dat Tom Becu had zo lessen gegeven in Opwijk, die heel interessant zijn. Kan iedere schaakclub dat aanraden. Tenminste, als ik een percentage van de royalties van Tom krijg. Maar die zijn echt supergoed. Echt supergoed. En een van die dingen dat hij daaraan bracht, dat was als ik kijk naar het centrum, als je dat nog nooit bij stilgestaan had, moet je gaan kijken, oké, kijk naar onze centrumvelden. Als gewoon de centrumvelden, dat is E4, D4, Joris, hop. E4, D4, D5, E5. Ja, dat zijn de centrumvelden. En daar moet je kijken, oké, hoe staat het met de pionnetjes? Ja, we zien duidelijk, zwart heeft er een pion, plus 1 voor zwart. Dat houdt meestal in, zwart heeft het centrum onder controle, en als het centrum onder controle hebt, dan kun je kiezen waar dat gaat gaan aanvallen. Als je kunt kiezen waar dat gaat gaan aanvallen, waar gaat dat meestal gaan aanvallen? De koningsvleugel. Op de koningsvleugel. Dus dat is wat dat zwart hier eigenlijk exact doet, dat is perfect wat dat volgt uit die theorie van heb je een pion meer in het centrum, je hebt keuze waar dat je kunt aanvallen, dus valt de koning aan van wit. Stel dat de witte pion in de plaats van op D3 op E4 zou staan. Ja, dan staat 1-1 in het centrum. Heeft zwart niet echt voordeel. Dat zou een hands andere stelling zijn. Dan zou de veel minder in de problemen zitten dan nu. Ja. En misschien straks nog wel voorbeeldjes zien van die theorie als een pion extra hebt in het centrum. Het is altijd die penning, hè, die een beetje die pijn doet. Hè. En eigenlijk... Ik heb achteraf ook niet alleen van, de penning, hè? Met die toren maak ik het nog veel erger. Want ik. Dus, dan zijn eigenlijk twee stukken gepend. De dame en de toren. Ah ja, bedoel, ik moet twee stukken wegzetten om de penning weg te doen. Ja, maar ik denk, Koen, dat het op zich. Het is waar wat je zegt. Hè? Dus in je volgende twee zetten ja, beëindigen eigenlijk min of meer de partij. Maar het is al in hogere zin verloren hier, denk ik. Ja. Door die penning toe te laten en door die centrumcontrole af te geven. Ja. Hier sta je gewoon echt al super slecht. Dat zou mij niet verbazen. Moest een engine hier -2 of zelfs richting -3 gaan geven voor zwart. Omdat je hier gewoon zoveel dreigingen hebt. Alle controle ligt bij zwart. Ja, het zijn de witte velden die problematisch zijn. He. Dus die lopermaal die 5, is dat 5 was het zeker? Of ja. Z7? Is eigenlijk al ja, de voorbode geweest van we zitten nu een paar zetten verder. Dat echt een heel problematisch zit op die witte velden. Ik vind ook het paard op C3. Ik vind het daar niet goed staan en ik vind dat betant daar staan. Ik weet niet, het houdt... Allee, wat wij hier gaan spelen met wit... Pak dat je mag 5 zetten naar elkaar doen. Ik denk dat ik hem terug naar B1 zet. En dat ik via D2 naar F1 of zoiets ga. Voor hem nog geen 3 te spelen en H3. Op D2 zou de penning minder gevaarlijk zijn. Och, als het paard op D2 zou staan. Goh, met eender wat als een 5 zetten speelt, moet je altijd van die penning van die loper op G4 afvragen. En... Ja, ik zie eigenlijk geen echte manier meer om dat hier te doen. Je kunt altijd H3 spelen, loper H5. En dan heb je een paard op G3 nodig om er vanaf te geraken. Well, dat is de manier dat Nimzovic zegt, hé, dat je paard moet op G3 zetten en dan H3 spelen voor van een penning af te geraken. Net zoals hij dat juist ook aangaf. Ja.
hier, het is daarom dat, dat ik zeg, ik zou mijn paard omspelen naar G3 en dan gaat er niet spelen. Ja. Maar daar is het nu helaas te laat voor. En wat dat er nu volgt is niet gek. Ik denk dat je hier gewoon ook niet veel ideeën hebt in de stelling. En dat je, ja, bon. Het beste dat je kunt doen is misschien gewoon passen hier. Wat moet je spelen? Het is allemaal... het is heel moeilijk hier. En ja, bon, je probeert dan... Ik dat deed nog niet zo dwaas. Waarom, als je zo... Allee, als je in een uitzichtloze stelling zit, moet je proberen te compliceren. En met T4 compliceer je wel de zaak. Dus ik vind het niet zo gek wat dat het deed. Het is alleen jammer dat dat gewoon niet werkt. Ja. Maar ik zie ook geen manieren om iets welwerkende te krijgen. Dus ik vind T4 niet zo slecht. Ik vind niet dat we daar zo kritisch over moeten zijn. Nee, ik weet niet, het was niet mijn bedoeling om die zet te bekritiseren. Ja, oké, ik heb hem 2 vraagtekens gegeven. Misschien is dat wel een sterke kritiek. De 2 vraagtekens die mogen verdeeld worden over zetten ervoor. Dat is waar, ja. Hier, ja. Allee, je kunt enkel passen, maar als het past, dan verliest het ook. Dus ja, het is nog beter dat dit doet dan dat het past. Je kunt ook A3 spelen. Ik zou hem bijna zelf nog een uitroepteken durven geven na alle vragen. Uitroepteken, vraagteken, compromis. Vraagteken, uitroepteken. Vraagteken, uitroepteken. Het is slecht, maar er was niks beter. Ja, goed. Ik zal het straks veranderen. Ja. En goed, ja, hier concreet verlies hier materiaal, gedwongen materiaal. Ja. We zijn min of meer aan het einde. Ik denk dat we misschien nog wel even tijd hebben om samen te vatten, hoewel we het al wel heel veel herhaald hebben. Maar kritieke momenten is, denk ik, dit is het eerste kritieke moment. Hè, dus dat schijnoffer, ja. Waarbij dat je eigenlijk zwart het centrum en loperpaar hebt gegeven, waar iets als loper D3... of loper B5 beter waren. Belangrijk is terugvallen op de algemene principes. Loper niet zomaar afgeven. Zeker als ziet, die witte velden waren een probleem met die penning. Lopers niet zomaar afgeven. Tenzij dat je er iets voor terugkrijgt. Maar hier krijg je er eigenlijk niks voor terug. Ja. En dan... volgende is eigenlijk de penning, lijkt mij. Hè. Ja, dat denk ik ook. Jullie hebben het allebei onderschat, denk ik. Want zwart heeft er... Alhoewel, misschien dat zwart... Ik kan het niet aan Kevin vragen, maar Frederik had wel een opmerking. Misschien, zolang de dame op D6 stond, dat zwart wel het manoeuvre gezien had met paard E4, paard G3. Dat zou wel kunnen, eigenlijk. Maar je moet er je bewust van zijn dat het een probleem is en er iets tegen doen. Het zij voorkomen met H3, het zij proberen misschien H3, G4 mogelijk te maken door lang te rokeren. Ofwel het manoeuvre dat Frederik aanhaalde met paard E4. Ik vind het nu niet meteen... Het is al niet zo makkelijk om... Die penning is gewoon echt pain in the ass om er vanaf te geraken. Dus het is niet abnormaal dat je er geen goed antwoord op vond. Omdat er niet veel goede antwoorden zijn. Eigenlijk, dat tweede probleem komt rechtstreeks uit het eerste probleem. Ja. Zijnde... Die loper te enthousiast afgegeven. Die velden zijn verzwakt en gekomen in de probleem. Ja. Dus nee, terugvallen op algemene principes. Lopers niet zomaar afgeven, dat kan altijd. Principes zijn er om van af te wijken, maar hier was niet het geval. En ontwikkelen. Ik denk dat we daarmee... die twee dingen zijn, denk ik, de twee takeaways van de... Van de partij. De rest is opvulling, zou je kunnen zeggen. Dat zijn de twee thema's eigenlijk. Dat eerste thema had ik al in mijn analyse aangeraakt eigenlijk. En in mijn vraag eigenlijk aangeraakt dat ik gesteld had. Maar dat derde, het tweede probleem met die penning, dat had ik eigenlijk minder geïdentificeerd eigenlijk. Ja. Dat is wel, ja. Allee, ik ben blij dat we dat dan toch hebben kunnen blootleggen. Want het belangrijkste is eigenlijk dat je de D4 daar, het controle op D4 kwijt zit door die penning. Dat is eigenlijk het belangrijkste van die penning. Hè. Ja, je zit helemaal vast. Ja. En dat is niet plezant, hè.
Oh, nee. Ja, als ze zonder ideeën valt, dan, dan weet je meestal hoe dat eindigt. Zwaar, ja. Oké, ik stel voor dat we deze partij hier afronden. Mark, ging jij de stream pauzeren voor de partijen apart te online te zetten? Ik kan hem even stoppen en starten. Ik weet niet wat de mensen daar veel van moeten, denk ik niet. Moment.